als het niet nog een keer gebeurt, dat is ondom. Nee. Trusty laptop. Wie? Wat zijn we dan? Lekker weer. Dachten. Hij maakt werk dat ik provocatief vind, eigenzinnig, dat statements durft in te nemen. Dat is het werk van Arno van Vlierberg, met naar wie we nu onderweg zijn in Gent. Arno van Vlierberg is geboren in 1990. 11:15 s'avonds in Ukkel. Overwegend vaginaal, al dus hij zelf. In een interview omschrijft hij 3 versies van zijn dichterlijke origin story. De aanmoediging van een Nederlands docent, het lezen van Ivo Michiels en het schrijven van een paar onsuccesvolle liefdesgedichten. Wat de waarheid ook is, het schrijven liet hem niet meer los. Hij debuteerde in 2017 met Vloekschrift, een bundel waar je onmogelijk omheen kon. Hij werd ook genomineerd voor de C. Budding Poëzieprijs. 5 jaar na Vloekschrift kwam Exdemo. Een moeilijke tweede? Een voortzetting van geweld? Of een compleet nieuwe route? Hi Arno, je spreekt met Lars. En Tim. Hey. Hey. We dachten we bellen je even op en dan kunnen we zo dadelijk even een afspraak maken. Is het een paard van Troy of zo, of de kouter? Ik denk dat paard is wel goed. Laten we daar dan zo dadelijk haar zien. Ik vind het wel lekker daar. Okay. Top. Tot daar. Tot daar. Tot zo. We lopen nu door de straat waar Arno's boekwinkel is. There he is. In de verte. In de flesh. Arno. Hallo. Goed weer te zien. Goed weer te zien. Hey, kom terug. Dankjewel. Hey, waar staan we nu? We staan nu voor het paard van Troje, mijn werkplek. Hey, hoe is het om te werken als dichter in een boekhandel? Vernederend soms. Ja? Nee. Welke manier? Gewoon dat je moet ganse dagen andermans koopwaar. Mm-hmm. Aanbieden. Ja. En dan je eigen koopwaar ligt te rotten ergens in een schuif. Maar ja, dus daar is een soort halt toegeroepen terwijl het hier voortgaat. Ja. Maar ik zag dat jouw bundels ook daar stonden. Verkoop je die ook nog wel eens? Ja, absoluut. Dat is zo een van de fijnste momenten, zo die zelfhaat overwinnen. Als dan iemand vraagt, ik zoek een goede tip, en het moet Nederlandstalig zijn en liefst iemand jong, dan denk ik altijd, oké, wat moet ik nu voor mezelf hebben? Of dan ga ik eerst de beleefdheid al mijn vrienden over. Dan zeg ik, ken je Radna, ken je Dominique, ken je Obe? En dan zie je, en mijn bundel ligt er ook trouwens. En dan probeer ik zo enigszins op het einde van de rit mijn eigen... En vindt men het dan leuk als ze weten dat de dichter zelf... Ja, tuurlijk. Ja. Mensen zijn fetischisten. Vaak nog een handtekening erbij. En... Ja. Nee, zeker. De bundel is nu ongeveer een jaar uit. Ex-Demon, ik zeg het er nog maar even een keer bij. Extra promotie. Hoe is het nu dat het eigenlijk een jaar later... Ja, het is al raar geweest. Het is natuurlijk anders. Ik denk dat de tweede bundel is altijd... Mensen waarschuwen me op voor dat de tweede bundel is anders dan de eerste. Je hebt dan een soort lethargie of zo die je misschien kan kijken. Mm-hmm. Maar het is heel fijn geweest en het loopt nog steeds. Er komt nu een tweede druk aan. Dus het was wel bijzonder voor poëzie dat er nog 500 idioten te vinden waren die er €22 aan wilden uitgeven. Ja, het startpunt van Exdemon was eigenlijk... bijna pal op het moment dat Vloekschrift werd gepresenteerd. Dus Vloekschrift is uitgekomen in 2017. Dat werd gepresenteerd in november. En eind oktober heb ik de eerste pagina eigenlijk in één geut geschreven van Exdemon. En ja, vanuit daaruit heb je dan toch op een of andere manier het kunnen doorbreken.
En toen ging het eigenlijk als vanzelf, en zeker omwille van de methode, omdat het gewoon één regel na de andere is. En het is gewoon één regel na de andere, rug aan rug, schouder aan schouder. Leent het zich ook wel tot een soort van dagboek schrijven. Je kan eindeloos gewoon knippen en plakken en verschuiven. En alles wat ik schreef op 5 jaar tijd voor bijvoorbeeld tijdschriften, voor Nie of voor Poëziekrant, kon ik eigenlijk gewoon zo inschuiven. Dus dat maakte het als procedé eigenlijk heel gemakkelijk, dat ik voortdurend kon ik gewoon als een soort assembly line het eindproduct terug verschuiven naar het begin en de hele tijd eigenlijk mijn eigen productiemiddelen recycleren. Ja, dus tijdens Ex-Demon schrijf je op een gegeven moment dat de laatste 5 regels maar 5 weken hebben gekost. En dat in combinatie met de manier waarop die bundel is opgemaakt, regel, witregel, regel, witregel, geeft een beetje de indruk dat het in chronologisch geschreven is, gewoon van begin naar eind. Was het wel de bedoeling om die indruk achter te laten? Ja, er is ooit een keer een nummer geweest van Nie, waarin dat, ik denk dat toen Michael Palmer was, en hij zei zoiets van, dichters worden aangewreven dat ze voor de eeuwigheid moeten schrijven. Maar waarom zou ik voor de eeuwigheid schrijven? Als ik voor de eeuwigheid schrijf, daarmee impliceer ik dat ik alles, al de context van nu, bestendig naar de toekomst toe. Dat ik wil dat de personen in de toekomst nog dezelfde omstandigheden hebben waardoor dat zij de taal van nu nog kunnen interpreteren. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En daardoor ben ik vaak met tijd bezig in mijn werk of zo, om het echt zo bijna bloot te leggen van dit is nu en dit is niet later. Deze termen, deze namen gaan misschien niet meer bekend zijn binnen 10 jaar, 20 jaar, hopelijk misschien zelfs niet. Kort dat je hier hebt gewerkt. Ja. Vertel eens. Ja, ik heb hier 5 jaar gewerkt. Na mijn studie, ik heb 7 jaar gestudeerd, omdat ik echt bang was van de arbeidsmarkt. En ja, achteraf blijkt ook terecht. en de arbeidsmarkt minder bang van mij dan omgekeerd. Heb ik 1 jaar thuis gezeten, aan de grond, depressief. En dan heb ik hier een brief gestuurd van alsjeblieft gebruik mijn tijd. Dat is het enige dat ik te geven heb. En dan waren ze zo gek om ja te zeggen. En een goed deel van Ex-Demon is dus eigenlijk hier ook geproduceerd? Ja, daar is... het is eigenlijk een soort van gigantische stoma of zo, of een nierzakje. Dus de duvel gaat in mij, dan in de poëzie, dan in de toiletten. En zo is het een soort... circulerend systeem waar het gewoon helemaal samenkomt. Daar hang ik, is echt symbionte. Ik ben opgegroeid in Brussel. Ik ga niet het hele verhaal vertellen, maar dus ik ben van Brussel. En ik ben naar hier gekomen specifiek voor de letteren. Omdat er hier... de faculteit hier staat erom bekend om met moderne literatuur te beginnen. Eerste semester, eerste jaar, postmoderne literatuur, Atte Jongstra, Verhelst, al die lezen. Ja, ik denk toch dat het toch wel bijzonder is dat je hebt hier echt wel verschillende poëziegroeperingen gehad. Ja. Ik heb zelf nog eentje gehad, Omvloerst heten we. Matthijs Stratzaert zat erin, Robin Ramaal, Sander Dierik, een aantal mensen die allemaal nog schrijven. We schreven gedichten met titels als Gedicht waarmee ik de Herman de Koningprijs win. Of Gedicht als laatste nagel in de kist van Klaus. En is hier dus eigenlijk in die letterfaculteit dat Omvloerst, waar je het over had, dus eigenlijk ook de... Ja, die hubris, de grond gelegd voor wat uiteindelijk Vloekschrift is geworden. Eerste gedicht uit Vloekschrift, want anders dan Ex-Demon was Vloekschrift eigenlijk een soort samenraapsel van lang schrijven en verschillende publicaties. Hoewel, het zijn ook maar 5 gedichten die echt wel conceptueel aan elkaar vasthangen. Maar het eerste gedicht, de Bastaardkindgedichten, die had ik toen gepubliceerd in Het Liegend Konijn in 2012, denk ik toen. En dat was echt wel ook ten tijde van Omvloerst. Ik begin mezelf overbodig te maken. Eindelijk. Er bleef niet veel Arno over. Het doel van dit gedicht is om het demonische de poëzie binnen te laten. Fuck de grenzen tussen het dierlijke, het menselijke, het goddelijke. Geloof ze niet. En denk eraan, believing is belangrijk. Ondertussen romantische bespiegeling over de gemobiliseerde klasse. De mobiliseerbare klasse. De straat kan ons menselijk drama voorlopig nog prima slikken. Help, ik heb krant in mijn bloed. Wat nu? According to the theory of quantum physics, I am depressed and I will eventually not be depressed anymore because I will be dead. But before I die, one of my heartbeats will teach one of my other heartbeats a mathematical theory that doesn't believe in the limits of the human body. And these 2 heartbeats will create a noise capable of vibrating beyond the universe's final heartbeat. Mark Baumer. Ex-Demon opent met een motto.
En dat is van Mark Baumer. En die komt daarna ook nog heel vaak terug in de bundel. Vroeg me af, wie is Mark Baumer? Mark Baumer is een Amerikaans dichter, activist. Het is moeilijk om te beschrijven. Misschien net daardoor is hij ook zo belangrijk. Wie of wat was Mark Baumer? En dat was iemand die voor mij heel veel heeft betekend qua energie en qua het vermengen van een soort actieve... het activeren van poëzie, van filosofie, activisme vermengen met literatuur. En die was gaan wandelen om geld in te zamelen voor een milieuorganisatie in zijn thuisstaat aan de oostkust. Hij was van Providence, onder andere. En hij hield elke dag een videodagboek bij en hij schreef heel veel poëzie en gaf allerlei chapbooks uit en bundels. Hij had ook van die one-man picket en one-man protestacties. En op dag 100 is hij aangereden op klaarlichte dag door een treinwagen. Een geel hesje aan, et cetera. Alle veiligheidsvoorschriften waren gevolgd. Maar even de controle over het stuur kwijtgeraakt en hij was op slag dood. En ik volgde zijn werk heel nauwgezet en we stonden ook af en toe met elkaar in contact. Maar ja, dus dan is hij aangereden en was eigenlijk zo in een seconde was dan zo'n inspiratiebron van mij gewoon weggeveegd door ook weer zo'n het symbool van het kapitalisme, een SUV. Ja, hoe kwam jij daarachter dat gebeurd was? In een nieuwsbericht in de New York Times. Ik probeerde het elke dag te volgen, maar soms liet ik het ook al een paar dagen gaan. Dan was het ook druk gewoon en dingen. En ik heb toen even niet meer gevolgd. En dat was ook denk ik niet zo bijzonder. En dan stond er een artikel van young activist killed during barefoot walk across the country. Moet ik zeggen, er zijn een aantal vragen die bij mij zijn beginnen opkomen. Dus hoeveel mensen kan je kwijtraken vooraleer er niet genoeg momentum meer is, bijna fysiek, in biomassa, niet genoeg momentum meer is om iets te bewerkstelligen. En ik, toch, hoeveel Mark Baumers kunnen we echt kwijtraken vooraleer er gewoon niet genoeg mensenmassa meer is om een blokkade te vormen? Of die ene persoon die eigenlijk cruciaal bleek in een sociaal weefsel om andere mensen te activeren, om wel het heft in eigen handen te nemen of om zich vast te keten aan een bruinkoolmijn of zo. Want dat ligt niet in de aard van iedereen of zo. Je hebt zo'n soort Mark Baumer nodig. Dat zijn de Mark Baumers die de massa bewegen. Ja, en soms met hele kleine dingetjes zoals poëzie schrijven of die video's die hij deed of te wijzen naar iets of zo. Als hij rondliep, dan wees hij vaak op afval. Dus als je die video's gaat bekijken, dan loopt hij dus langs zo'n snelweg en dan gaat hij in de berm gaan rommelen en dan vindt hij daar een weggegooide schoen of een cd of zo. En dan wijst hij zo echt aan de detritus van het kapitalisme en dan wat er eigenlijk de wrakstukken van het verhaal van het kapitalisme. Zo van die kleine dingetjes of zo. En dat zet iemand aan de andere kant van de oceaan aan tot schrijven, tot nadenken, tot activisme. Dat is ongelooflijk. Ik weet wat ik doe. De dag uitzwaaien van op de kade, waar het veilig is en iedereen belachelijk oud wordt. Mark Baumer werd overreden door een SUV. Zijn dood is dom en vreselijk en ik voel haat voor de domme, vreselijke bestuurder van de SUV. Hoeveel Mark Baumers kunnen dit jaar nog verliezen? Ik wil een vuurtoren bouwen met de schedels van alle Mark Baumers die we in 2017 verloren en het bloedrode licht kilometers ver de wereld in knuppelen. Branden op het gevoeligste netvlies. De waanzinnigste zenuwuiteinden van de economie dichtschroeien. Wat is onze taak? De taak van de mens is om voor iedereen en alles te leren zorgen. Wat is daar echt moeilijk aan? Elke werkdag hangt de Mark Baumer zich op. In mijn dromen stuur ik mijn schouders net op tijd onder hun knieën. In mijn dromen voel ik het hete ijzer van de SUV rond mijn gebalde vuist plooien en is Mark veilig. Bang en huilend, blootsvoets en nat, maar veilig. Alle Mark Baumers vallen tevreden in slaap. Ik weet uit eigen ervaring dat als ik video's kijk of schrijf, dat ik het heel leuk vind om te weten wat ze aan het leven zijn. Ja, toch? Ja, ik eigenlijk ook wel. Wat is de theoretische basis waar XDemon uit opgebouwd is? Ik denk dat ik het
dat het een belediging zou zijn aan zijn adres als ik Mark Fisher niet vermeld. Ik heb heel veel gehad aan het schrijven van Mark Fisher, aan quasi al zijn werk, Capitalist Realism, Ghost of My Life, Writings on Depression. Ja, dat soort denken is voor mij echt heel belangrijk, want het is zo fluïde, het is zo geworteld in hedendaagse cultuur, in film, in alles wat politiek levendig maakt en tastbaar. Yeah. Alle uitingen van de cultuur en politiek. En zonder daarvoor terug te deinzen voor commentaar op het kapitalisme, farma-industrie, zijn eigen depressies. Dus the personal is political, is Mark Fisher of zo. En hij is er ook aan ten onder gegaan. Hoe maak je politiek tastbaar, hedendaags? En Marxisme vooral, hoe kan je Marxisme wegslepen van ja, de connotatie van historisch totalitarisme en de vernietigingskampen en de censuur en dictatuur. En hoe kan je dat dan terug opwaarderen en volgens hem via een soort magical praktijk door narrative en verhaal vertellen. Dit vond ik ook echt zo'n bijzonder klein werkje. 24/7, John Tenquery, over hoe bepaalde regels van de samenleving 's nachts anders werken dan overdag. Een uitnodiging van een soort nachtpolitiek. Dus 's nachts is het erotische, het illegale, de illicit. Lichamen kunnen anders gedragen 's nachts dan overdag. Camera's zien slechter 's nachts dan overdag. En wat betekent dat voor politiek? Welke grenzen worden plots openbaar en fluïde en zijn overdag statisch en rigide en worden 's nachts als van een hek kan je makkelijker beklimmen 's nachts dan overdag. Yeah. En zo wandelt hij Londen door. Maar wat defineert politiek voor jou? Wat is voor je de definitie van politiek? Er is een definitie die ik zelf wel vaak hanteer. En dat is er eentje van Chantal Mouffe. Dat is een Belgische filosoof. Die heeft veel werk gedaan samen met Ernesto Laclau. En voor haar, een van haar meer zo platitudes van politiek is een streep in het zand trekken en aan één kant daarvan gaan staan. En zo meerdere strepen. Dus eigenlijk een strand vol met strepen waar je aan verschillende kanten gaat gaan staan, al naargelang de streep. Dat is misschien nogal binair uitgedrukt, maar ik vind het wel het idee van het zanderige, dus het losse, wordt weggeveegd, kan zich herschikken, is heel rollend. En dan toch een idee van ergens voor staan, dus een kant kiezen. Dat is wel zo'n definitie die ik vaak hanteer. En meer anders uitgedrukt, politiek is, hoe organiseren wij elkaar? En dat is eigenlijk alles. Dus opstaan en denk eigenlijk dat er geen ontkomen is aan politiek. Je staat op en de eerste interactie die je hebt met de buitenwereld is politiek per definitie. Het is misschien geen politieke theorie. Het is misschien niet hoogdravend of intellectualistisch, maar als ik ervoor kies om iemand niet op zijn kop te slaan of neer te steken, is het eigenlijk al een soort van politieke terughoudendheid. Want ik ga ervan uit dat die persoon dat niet wilt. Ik ben over aan het nadenken van hoe moet ik me tot die persoon verhouden. Die wenst afstand, die wenst zijn soevereiniteit van lichaam te behouden. Die wenst niet dood te gaan, ik ook niet. En hoe spreken we daarover elkaar af? Wanneer wil jij dood, wanneer wil ik dood en wat doen we daarvoor? Dit is een biografie, toch? Hoe is die? Is die goed? Ja, die is heel goed, ja. Neemt geen blad voor de mond. Kijk, over wie hebben die? Plef. Ja, ik wil even, want Sarah is nu is heel veel bezig met haar werk. Ze heeft nu bezig aan een reeks gedichten die gebaseerd zijn op de Bee-poem. Haar laatste onafgewerkte reeks gedichten. En Ted Hughes heeft die dan in een bepaalde volgorde gezet. En Sylvia was er al lang aan bezig, voor zover ik het weet. En Ted heeft dan na haar dood die zelfs wat geremixed, hoe dat hij dacht dat het zou moeten gaan, waardoor het die gedichten eigenlijk een heel andere lading krijgen dan op basis van haar notities. Had ze eigenlijk een heel positief, bijna zo ecofeministische einde gehad, van like, de bijen, alles is mogelijk en de bijen groeien en er is leven. En Ted heeft daar een soort rouwbundel van gemaakt, door die het sterven van de bijen, de kolonie, etc. Het rouw om haar werk. Wat vind jij daarvan? Ik snap het wel natuurlijk, ja. Uw vrouw pleegt zelfmoord. En je ziet dat onafgewerkt werk liggen daar en je moet het dan uitbrengen. Ja, moest dat? Ik vind het altijd moeilijk om te bepalen. Zeker met wat er dan gebeurt met veel rappers. Want er zijn goede posthume albums, zoals Circles van Mac Miller, maar ja, er zijn ook een hele hoop. Die staat hier momenteel in de cd-speler. Ja, ik weet het ook bij Mac Miller, het gaat zo vaak over zo healing en zo getting out. Ja, dat is heel vaak een heel positief en soort van opbouwend in een hoop muziek. Maar dat lukt in hem dan toch niet daarbuiten of zo. Theorie en praktijk. Ja, het is een stuk makkelijker om er muziek over te maken dan om het ook echt te leven, blijkbaar. Ja. Ja, net zoals bij Mark Fisher, ja. Allerlei theorieën over de depressieve ontologie en farma, bij de farma-industrie, maar dan toch uiteindelijk gewoon
ja, zelfdoding plegen. Ja, die overdosis van hem was dan een enorm ongeval, heb ik in elk geval gelezen. Op swimming vooral was het een hele depressieve plaat. Ja, natuurlijk, ja, wat hij daar aan toe zegt. Het is zo trist en zo, geen familie. En zegt op een moment van zo, I don't know anyone, but that's okay. Of zo denk je dat hij ergens zo zegt. En zo, dat is, als je dat zou schrijven in een afscheidsbrief, dan zou dat hartverscheurend zijn. Ja, yeah. What's the use? Ja. En is dan kunst, terwijl het eigenlijk echt heel persoonlijk is. Ja. En dat is natuurlijk ook iets dat muziek heel goed kan in vergelijking met denk ik vaak met poëzie, of met zeker het soort poëzie dat wij misschien met elkaar allemaal delen, is zo het lyrische ik en de afstand tussen het ik en de schrijver en al die theorie is daarover gegaan om die twee zo ver mogelijk van elkaar te krijgen. En poëzie is een verwerking van theorie en van kunst en van wereldvisie en zo. Terwijl natuurlijk in hip-hop en in muziek er is denk ik minder last gehad van die ontkoppeling en die vervreemding. En daar kan het gewoon zijn. Iedereen vindt het prima dat iemand een plaat maakt die puur gaat over de rouw, of liefdesverdriet, of afscheid, of migratie of zo. Is echt geen enkel probleem. Wordt zelfs gevierd. Maar als iemand in de Nederlandse letter een hele bundel zou schrijven over afscheid van een moeder, ja, ik denk dat die wordt neergesabeld in elke krant van ja, dit is gewoon puur persoonlijk en niemand heeft er iets aan en dient niks en zo. Ja, maar ja, je hebt er wel natuurlijk de bundel van Vrouwtje Tuinman, hoe heet die ook weer? Lijfrente. Die ging heel erg over de dood van Starik. Die heeft heel veel lof gehad. Dus daar wordt soms wel erkend dat persoonlijke dan iets kan overstijgen. Ja. Maar dat het is wel een ander verhaal dan in inderdaad muziek en hip-hop in het bijzonder, waar de ik heel erg gevierd wordt. Dat het hoe echter het is, hoe beter. Ja, ik denk inderdaad. En daarom ook dat ik ergens in Vloekschrift, in het begin staat er zoiets over hoe hip-hop het graf van de poëzie delft. Ja. Dat staat helemaal in het begin van Vloekschrift. En ik was er toen ook heel veel mee bezig over die uiting van zo'n ik, dat in hip-hop inderdaad centraal staat. En bijna inderdaad, hoe groter, hoe beter. En hoe die braggadocio van hip-hop gaat de sterren op. En in poëzie is er dan, moeten we echt al bijna theorie gaan uitvinden over new sincerity en authenticiteit en expressionisme. Om aan onszelf te mogen uiten dat we eigenlijk via taal toch iets willen, de hand willen uitstrekken naar elkaar. Of dat we iets willen betekenen voor elkaar of zo. En dat is theoretisch gewoon compleet kapot gemaakt, denk ik, in de letteren. En ik denk dat de muziek daar echt veel minder last van heeft. Maar inderdaad, er zijn uitzonderingen natuurlijk. Menno Wiegman heeft gedichten geschreven over psychiatrie en zijn bezoek en zo in een psychiatrisch centrum dat hij daar lang heeft doorgebracht. Ik vind dat schitterende poëzie. Er is veel rouwpoëzie natuurlijk, maar ik denk, er is toch echt een dédain. Kun je het woord in Nederland dédain, dat iets betekent, maar een neerkijken op. Ja, en dat poëzie toch net iets minder mag. En toch net iets meer binnen de lijntjes moet kleuren van traditie, het literair-kundig verhaal, de academie, vakgroepen. En in poëzie is een. Alleen in muziek is een speelveld. Eigenlijk zie ik hier ontzettend veel van Ecker staan. Klopt. Bijvoorbeeld alleen al. Belangrijk dat in High School Plus 2. Welke rol speelt Ecker bij jou? Ja, voor mij is dat de no fucks given intellectuele piraat die aan de ene kant op de hoogte is van het reilen en zeilen van Franse theorie en op dat moment echt zo de vingers aan de pols had qua tegelijkertijd San Francisco, New York, alles wat daar gebeurde qua kunsten. En daarnaast ook gewoon geld verdienen door te strippen en door pornofilms te maken. Maar net zo goed gewoon kon citeren uit klassieke literatuur. En daar dan wel respect, maar geen eerbied precies voor had. En daardoor kon gaan remixen. En ik heb heel veel geleerd van Ecker en haar. Ja, die roofzucht zo te gaan verhalen hervertellen door gewoon de personages in een andere volgorde te zetten, door namen te gaan omwisselen. Zij is echt deel van die naoorlogse Amerikaanse avant-garde. En het heeft dus ook ex-Damon beïnvloed. Stay Edwards als de tweede citaat is van, of tweede motto is van Ecker. Here is the information, go fuck yourself. Ja, dat is
Dat stond voor mij denk ik al jaren terug voorop, dat vooraan in wat dan ook dat ik nog zou schrijven, zodat er inkomen op een moment, omdat ik dat zo'n heerlijk stout iets vond. En het is heel puberaal en ik hou echt van het puberale. En natuurlijk, veel van X-Demon is ook zo het hoogst citeerbare, de one-liners, bijna reclametaal af en toe. En natuurlijk zo'n slogan als "Here's information, go fuck yourself." Dat kan ik niet laten liggen, dat is... Wat betreft reclametaal moet ik eigenlijk direct denken aan Vaandrager, die ik in jouw kantoortje zag staan. Misschien moeten we maar eventjes naar de werkkamer toe. De werkkamer. De werkkamer. De poëziekamer. Doos. Betreed het licht. Maar dus hier is eigenlijk waar het gros van het werk wat je maakt doet? Eigenlijk totaal niet. Nee? Het is... Ik schrijf vaak gewoon... Ik schrijf meer... Niet dan wel. Mm-hmm. En als ik dat doe, is het vaak in transit. Ja. Op treinen, bussen, al wandelend. Maar dit is waar ik wel tot rust zou willen kunnen komen. Waar ligt het dan aan, dat het nog niet lukt? Ik weet het niet goed. Het is de wereld. Het is meer dan 40 uur per week werken in loondienst. Mm-hmm. Het is mantelzorg hebben voor een ouder. Het is het leven gewoon, de dingen, alles wat in de weg staat van het gedicht. Ik hou ook niet zo van het idee dat ik dichter ben. Hou je daar meer van om te zien als een soort rol? Als ik kook, ben ik een kok. Als ik bij mijn moeder ben ik een zoon. Dan ben ik aan het zonen, mm-hmm. of zo. En dan probeer je daar werkwoorden te maken van... Klinkt als die Marxistische opvatting van... Je doet wat je bent wat je exact, doet. Exact, ja. Dus... Overdag ben ik loodgieter, s'avonds voilà. Werkte ja, acteur. Ja. Terwijl ik net ook wel geloof natuurlijk dat er een soort van collectieve actie en daardoor ook weerbarstigheid zit in een groep mensen die zichzelf wel schrijver noemen. Want daaraan ook natuurlijk kan je samen dingen gaan afdwingen. Eigenlijk die hele in transit zijn, dat luisteren wat er gebeurt op straat, haast journalistiek. Ja. En dat is toch wel grappig. Want dat is toch eigenlijk ook de reden dat het literatuur Vlaanderen niet zo gediend was van X-Demon. Voor poëzie wordt de literaire kwaliteit bepaald aan de hand van kenmerken zoals taalbehandeling, thematiek en motieven, versificatie, compositie, beeldspraak, ritme, zeggingskracht en stijl. Ja, dus dat is wat je op de schoolbank leert over hoe dat een gedicht werkt. Heel braaf. Het heeft een begin, midden en einde. Het rijmt, het gaat over iets en het heeft een soort van heteronormatief einde waardoor een inzicht kan worden verworven over de werkelijkheid zoals je die rondom jou ziet. Op basis van haar matige beoordeling van vloekschrift en informatie uit je werkplan heeft de adviescommissie Poëzie te weinig vertrouwen in de kwaliteit van de volgende bundel. Ze heeft daarom geadviseerd om geen stimuleringsbeurs toe te kennen. Shame. Shame. Ja, het laatste wat ik zou willen is kwaliteit. Toch? Dus ja, eigenlijk heb je gewoon gelijk. Ja, waarom zou je erover de sleutels van je kasteel geven? Verse koffie, we zijn net de Belgrado-straat uit en we zijn nu op weg naar Dok Noord. Dok Noord is de haven. De echte grote industriële haven, daar waar Sidmar en de grote metaal- en papierindustrie zit, is een beetje verder. We kunnen zo even hier in gaan doorsteken. En we gaan daarheen zodat wij zo dadelijk wat gedichten gaan opnemen. Ja. En jij vertelde mij, liet mij gisteren weten dat jij iets hebt met hijskranen. Ja, dat klopt, ja. Altijd als ik kranen zie, dus nu bijvoorbeeld... Daar links van ons staat een prachtig exemplaar. Daar zou ik dan stoppen en daar een foto van nemen en even gaan kijken. En ik probeer soms te kijken welk soort merk het is of welk type, wat de functie is van die kraan. Ik weet niet, dat is een soort van kindse obsessie met zo de stad in permanente ontwikkeling. En zo, en bijna geen enkele stad ter wereld, als je er echt over nadenkt, staat zonder kranen overal. Als je een keer zo bovenop de Eiffeltoren of je kruipt in een of andere toren, je kijkt rondom rond, je ziet altijd wel ergens iets dat wordt afgebroken, opgebouwd. Niks is echt af, zo die flux. Ik personificeer het dan een beetje en denk ik, wie heeft die kraan dan gebouwd? Want je hebt een kraan nodig om een kraan te bouwen, maar wie heeft dan de eerste kraan gebouwd? Ja, en dat heeft ook echt onze manier van bouwen gerevolutioneerd, dat het zou kunnen met een tilgewicht en een tegentilgewicht, mm-hmm. iets te kunnen heffen ver voorbij de menselijke kracht. Ja, overal, dus ik heb honderden foto's en filmpjes van kranen die op een soort akkers van de wereldgeschiedenis aan het rondtoppen zijn. En heb je ooit een keer, als er een storm is, dan laten ze die kranen vaak ook los. Mm-hmm. Omdat als er te veel wind zou zijn, dan zou die omvallen. Ja. Dus dan draai je die mee met de wind.
aan het lekker aan het walsen. Ja, lekker romantisch. En er zijn, kijk, daar zijn dus nog twee kranen. Ja. Daar is nog een kraan, zag ik er eentje achter, die kunnen we nu niet meer zien. Ja. Als je er eenmaal op gaat letten, dat je zou zeggen, hè, Kaas Schipper zei, als je goed kijkt zie je dat alles gekleurd is. Arno van Vriebergen zegt, als je goed kijkt zie je overal kranen. En zo heb ik ook een filmpje gemaakt ooit een keer en dat heette dan All the Remains are Cranes en heb ik getoond in Perdue. En dat was echt een soort personification van kranen, een kranenfamilie. Mm-hmm. En ik volgde dan zogezegd een aantal kranen doorheen de eeuwen heen en de mensheid is uitgewist. En de laatste elektrische kraan heeft nog een beetje kracht in zijn motor. Zo die nutteloosheid van een object van links naar rechts, zodat er eigenlijk geen mensheid is om nog... Ja, die daar zin aan kan geven. Ik vind het ook gewoon zo simpele objecten. Het is, je kan het gewoon niet beter maken. Er is iets verticaal, er is iets horizontaal en het gaat 360 graden rond zijn as. Het is heel simpel. Het is zoals een lepel. Je kan het gewoon niet beter bedenken. Nee. Ze hebben geprobeerd betere lepels te maken, maar het lukt gewoon niet. Ook met open luiken blijft het binnen donker. Het verzameld werk van een dode dichter op de pechstrook van je toekomst. De wanhopige blik van het lichaam dat uit het lichaam wil. Uitblazend op de koude kont van Europa verblijf ik. Ik wil voor jullie bidden, maar wacht nog op een reden. Dit gedicht zegt, ik heb deze vorm, ik aanvaard hem. Dit gedicht vindt ook zwalpend de weg wel weer naar huis. Dit gedicht klaagt en klaagt en klaagt, maar houdt vooralsnog de schoenen aan. Ondertussen een nooit eindigend postscriptum van een begin dat nooit begon. Ondertussen een kerkhof aan teleurstellingen. Ondertussen een trage nederlaag met volle zeilen. Ondertussen veilige woorden achteraan de keel. Niets houdt ons werk nu nog in de kast. Ik wil hier geen nuchter publiek. Niet nu. Niet nu wanneer. Wanneer nu. Nu het verhaal uit ons gutst als pus uit een puist. Nu ook de laatste dorpsgek barmhartig werd geknecht. Nu ook deze chaos mijn bouwplaats werd, waar geen materiaal mij nog bereikt. Nu ook dit troebeldistillaat de aders blijft verstoppen, rest ons hier enkel dit. Schrijven als een blinde hond die aan een ketting rukt. Eigenlijk ben je toch echt wel gewoon de Rupi Kaur van de Vlaamse poëzie, hè? Ja.